kan hem niet. Ja, het is nu 2 weken geleden sinds het is gebeurd. Het gaat wel iets beter met mij. Oh, dat ziet er lekker uit. Oh my god, kijk nou. Dat mag niet, hè? Wat is er gebeurd? Oh jeetje, mijn haar wil vandaag niet zitten. En dat vind ik echt heel erg vervelend als hij niet wil zitten. We gaan vandaag naar het consultatiebureau. Krijg je mij even snel prikjes of niet? Nee, volgens mij niet. Weet ik ook niet. Houden we allemaal niet meer bij je, yes, Kate? Ja. Ja. Kies je mama? Ja? Ja, zal ik even jouw jas dichten? Kom. Het is koud, hè? Ja. Het is heel erg koud buiten. Oké, die troep ruim ik dadelijk allemaal wel op. Want we zijn weer laat, zoals gewoonlijk. Kom je, Skate? Memphis? Ja. Kom je? Oh, even de tv uit natuurlijk. Telefoon. Doe jij tv uit? Oh, mijn telefoon wil ik wel mee hebben. Tot zo, Zeno. Oeh, het is echt koud. Oh my god. Het is echt, echt koud. Kom. Rutsy. Hey. Het is gewoon min 1. Maar jij zei dat het deze week nog kouder zou worden, hè? Min 8 of zo, zei je? Ja. Nou, ik heb nu wel zin in de zomer. Of een beetje zon of zo. Jij niet? Het is nu genoeg zon. Ja, maar het is toch niet warm? Toch? Nee, dit is toch geen politiepet? Dit lijkt toch helemaal niet op een politiepet, Nick? Hallo? Nou, best wel, hoor. Vind je? Vind je dat wel een politiepet lijkt? Ja, een beetje wel. Loop maar. Loop maar. Oh my god, kijk nou. Hoe ga ik dit eruit krijgen? Anders moet ik het verf overbergen. Dat mag niet, hè? Hé, hey, kijk mama eens aan. Dit is niet zo lief van jou. Je mag niet op de muur tekenen. Zal ik nog met de zwarte potlood ook nog? Oh. Dit ga ik dus echt weggooien nu. Met dit. Volgens mij krijg ik het daar wel mee weg. Ik ga het proberen. Ben je boos? Dus Memphis had net even time-out. Omdat ik al vaker heb gezegd dat Memphis dat niet mag. Hij had laatst ook op mijn tafel getekend. Op mijn tv-meubel getekend. Op mijn muur nu getekend. Dus nou, ik vond het nu wel dat het wel welletjes was. Voordat mijn hele huis dadelijk gepicassoreerd is. Oh, een hele goede morgen op deze hele koude ochtend. Oh, het is zo koud. Wij zijn in Arnhem. We zijn gisteren naar mijn moeder toe gereden. Ik heb een loopneus. Ja. Dat is heel vervelend. Ik ook wel eens. Dat is heel vervelend. Dus we waren gisteren naar mijn moeder gegaan. En we gaan nu met de jongens naar Monkey Town, ik wou balorig zeggen. Het zonnetje schijnt wel, dus dat is op zich wel echt super lekker. Maar het is koud en ik ben ook met mijn domme hoofd heb ik deze schoenen aangedaan. Ja, en ook nog zonder sokken, dus hoe dom kan je zijn? Dus geen sokken. Ik hoop dat ik mijn schoenen trouwens niet uit moet, nee toch? Ik hoef mijn schoenen niet uit, hè? Nee, als je blijft zitten niet, nee. Nee, dan ga ik... Oh, als je gaat spelen met Memphis wel. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Al ben je gevallen. Mag me jouw kusje geven? Ja. Goed zo? Goed zo. Kom, gaan we lekker naar Monkey Town. Ben je te groot? Ga eens even naar beneden dan. Koekoek! Hey, Memphis! Koekoek! Niemand heeft zo in mijn hand. Nee, dat kan niet. Ja, kom dan. Memphis. Memphis, kijk papa. Kijk eens.
Het is nu denk ik, ja, het is nu 2 weken geleden sinds het is gebeurd. Het gaat wel iets beter met me. Ik kom ook een stuk fitter weer. Taal gaat het ook wel goed. Ik heb het verhaal tot in den treuren tegen mensen om me heen verteld. En ik heb het idee hoe vaker je het vertelt, hoe minder de pijn een beetje wordt. Ja, ik moet wel mezelf weer terugvinden. Ja, dat klinkt zo drastisch. Niet echt terugvinden, maar ja, toch ergens wel weer mezelf... weer vrede hebben met mezelf en wat ik heb meegemaakt. Daar ga ik nu helemaal voor. Ik denk 1,5 week pyjama look. Had ik het wel gehad hoor. Toen dacht ik echt van nou, het is nu wel wat tijd om weer even gewoon kleren aan te trekken. En ja, zoals ik al zei, ik ga nu lekker een kopje koffie drinken. En even een ovenbroodje maken met hummus erop, zat ik te denken. Maar ik wil wel even gewoon een wit pistoletje. Heerlijk. Lang niet meer gehad. Ik heb mijn eetlust ook weer lekker terug, dus ik ben helemaal blij. Je hebt toch schoenen aan? Ja, ik heb mijn trui met smoot. Kijk, Memphis met krullen. Kijk, Memphis met krullen. Hey! Ben doen? Ben het werken? Nee, kijk! Zo. Kijk nou, hoe lief en hoe mooi. Die ook vandaag binnen gehad. Ik heb echt mega veel bloemen gehad. Dat vind ik zo lief. Echt. Ja, echt. Het lijkt wel alsof ik heel erg emotioneel nu de laatste tijd ben. Want ik moet om alles huilen. En nou ja, het zal ook wel weer overgaan. Ze hebben verloskundige gezegd dat het ook ontzwangeren is. Dus ja. Oh, ik heb best wel veel uitslag gekregen van mijn mond. Is ook helemaal stuk gegaan. Dus ja, ik ben heel erg bezig met smoothies en gezond eten en zo. Maar ik merk wel dat het wel impact heeft gehad op mijn lichaam, joh. Loop maar naar de auto. Papa. Wat zeg je? Papa. Wat is er met papa? Papa. Zo, een hele goede morgen. Wow, ik zie eruit. Nou, ik krijg mijn lippen gewoon echt niet goed. Dus ik ga vandaag naar de kapper. Want ik ga mijn haar anders doen. Ik ben moe van dit haar nu. Alles wat er is gebeurd, is net alsof je dan een break-up hebt. Heb ik altijd dat ik dan drastisch weer alles moet gaan veranderen. Dus ik ga nu mijn haar veranderen. Want daar heb ik zin in. En mijn vis? Ja. Ja. Mijn mooie look voor vandaag. Het lijkt wel zo'n space alien. Je vriend is te hard. Wat, maar ik praat ook niet tegen jou. Het is anders. Hij is orthodontist, gewoon anders. Weet wel wat jammer. Oh. Wat ben je knap. Heb je nou alweer kapot gemaakt? Oh my gosh, dat doe je toch niet? Ik heb mijn... Oh, ik kan niet tillen. Ik heb mijn pakketje binnengekregen. Ik had wat nieuwe boeken besteld bij bol.com. En ik heb ze nu binnengekregen. Ik heb trouwens ook nieuw haar. Ik zal even mijn haar los, want ik heb vandaag gespast. Kijk, dit is het pop. Dus ja, ik heb mijn haar wat lichter gedaan en iets korter geknipt. Ik had het helemaal gehad. Ik wilde iets nieuws, iets fris, iets fruitigs. Na alles wat er gebeurd was, dacht ik gewoon een hele nieuwe look. Dus dit is mijn nieuwe look voor nu. En de laatste dagen had Nick heel veel gekookt. En ik dacht, nou ja, nu ben ik wel weer beter genoeg om zelf. Dit is het pop. Ja, dus ik ga nu maar kijken... Wat er in zit. Dit is hem. Een boek. Ja, die hebben wij besteld, hè. Die is een boek. Oh, daar heb ik zo'n zin om uit te koken. Jij ook, Memphis? Heb je ook zin om te koken nu? Ja. Ja, hè? Want hier zijn allemaal lekkere dingetjes in. Kijk. Ja, even aan de kant. De appel opeten. Even kijken wanneer de... Oh, eten. Dat ziet er lekker uit. Ik zou het alleen meer als avondeten dan ontbijt. Oh, wat zijn dit? Wat is dat? Pannenkoek. En nog eentje op een pizza. Lijkt op een pizza, ja. Met een dans. Scones. Ja. Ja. En wat meer? Wat is dit? Dit is... Even lezen, banaan en bananen en kokossmoothie. Oké, ik ben echt nogal een freak. Maar ik heb het boek dus al helemaal gemarkeerd met wat ik ga eten. Dus dat wordt deze week volop aan de kook. Oh, dat klonk heel fout, volop aan de kook. Ik bedoel volop aan het koken. Het is dinsdag en wij gaan er van de Valk wat eten gewoon. Mam. Omdat we er zin in hebben. Nou, ik heb daar zin in eigenlijk. Nick had daar niet zoveel zin in, maar ik wel.
dat is fake. Doe dan. Mama! Ja, dankjewel. Jeetje, mama, dat is echt heel snel. Nu ga je... Ja, schatje. Ik zag het niet eens. Nee, de vinger van mama aan de... Memphis, ga het doen. Ja, Memphis kan het ook. Wacht. Wacht, 1, 2. Nee, ik kan hem niet. Kijk. Zo. Nee, nee, nee. Handje. Nee, maar hij gaat verkeerd. Handje. We blijven oefenen. Ik moet nog blijven oefenen. Het lukt mij niet. Ik kan hem wel, maar ik denk dat je hem kan. Ik kan het wel. Want kan ik niet, bestaat niet. Maar nog even oefenen dan. Zijn we allemaal klaar? Niks is onmogelijk. Dat is waar, dat is waar. Dat heb jij goed gezegd, mijn zoon. Niks is onmogelijk. Leg jij? Zit je nou in de zeik te nemen? Nee, jou niet. Ja, ja. Mijn moeder was weer in paniek, toch? Nou, ik ga nu nog niet rijden omdat ik hakken aan heb en ik rijd nooit met hakken. Nee, maar volgens je moeder mocht je, moest dat helemaal nog niet doen. Want ja, dat is gevaarlijk. Ah, arme mami. Cheeseburger. Ik weet het nog niet. Die heeft geen vlees. Huh? Wat nou? Of eten, sinds vandaag eet je wel vlees? Ja, ik doe gewoon wat ik zin heb. Ik ken dit liedje. Ja. World's greatest. Ja, ken jij hem ook? Wat? Ken jij dit liedje? Ja. Hallo. Hallo. Ah, dat is mooi. Mooi. Wat heb je nog meer meegenomen? Heb je allemaal speelgoedjes meegenomen? Ninja. Wat is er? Mama. Ja, maar kijk mama eens aan dan. Wat moet ik doen? Wat mij houden. Geef dan. Wil je ook een broodje? Wil je ook een broodje? Lekker broodjes. Oh. Lekker broodje? Ja. Mooi. Wat is dat? Dat is Boomba. Boomba, jee. Wat is dit? Maya erbij. Maya erbij. Maya erbij. Oh my god, dat ziet er zo lekker uit. Zo feestelijk. Zo, ik ga lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Het eten was echt super lekker. En het was echt te lang geleden voor mijn gevoel dat ik uit eten ben geweest. Hoezo niet? Hé. Hey. Lekker ding. Slijmbal. Nick is aan het lezen en ik ga ook eventjes lezen, denk ik. En dan ga ik lekker slapen. Ja, is dat wel vandaag. Ik vind je haar echt leuk zo zitten. Dank je. Moet je vaker doen. Je hebt het nu wel echt heel kort geschoren aan de zijkant, hè? Nee, ik niet. Nou, slaap lekker. Doe maar zo. Nee.